Leuk dat je weer kijkt naar weer een aflevering van de Koprion achter de schermen. Of in ieder geval een vlog van onze winkel. Het is bijna Pasen, dus ik dacht ik ga deze week eens even wijden aan onze Pasartikelen. Ondanks dat heel veel mensen gewoon, ja, Pasen is een beetje, valt net als vorig jaar tussen schip en wal, iets met corona. Maar ik dacht ik wijd er toch even een filmpje aan. Want ja, we hebben toch wel wat leuke dingetjes ook voor kinderen. Om toch nog paas iets leuker te maken. Waaronder bijvoorbeeld van die hele leuke paashaasoortjes met glittertjes. Ik heb ze in 3 verschillende kleurtjes. Dit zijn echte bunny oortjes. En ook, ik heb ze ook in het wit. Wellicht toch leuk als je naar opa en oma gaat met de kindertjes. Dat de kindertjes bunny oortjes hebben. Gezellig met paas eitjes zoeken. De bruine en de witte. Deze twee. Die kosten €3,60. En de glitter met pailletjes kost €4. Daarnaast heb ik ook heel leuk. Als je toch een beetje iemand voor de gek wil houden. De neusjes van een konijn. Kosten allebei €2,50. En ik had deze ook al in de handen. De onderhanden. Een heus masker. Deze kost €3,95. Daarnaast. Leg tegen de zon. Hebben we ook nog. Het is niet alleen voor paas. Die verkopen ook heel vaak met vrijgezellenfeesten wel. Een heus paashuispakket. Deze. Wij verkopen eigenlijk normaal gesproken meer paashazen. Naast Pasen. Want heel veel vrijgezellenfeesten. Wordt een vrijgezellenman in een paashaas gestopt. Om het zo te zeggen. Of in ieder geval in het pak. Daarnaast hebben we ook nog een gezellige kip. Want ja, de paashaas is niet compleet zonder de kip. Ook heel leuk, gezellig. We hebben ze allebei in hele grote mate. Deze is 52,54. Deze is ook 52,54. Deze kost €43,50. En deze is €37,50. Je hebt ze compleet met voetjes in die zin dat je dus je handen erin kan steken. Dan heb je heel leuk handjes. Ja goed, als je toch met een omgeving toch nog eieren gaat zoeken, is het toch altijd wel gezellig om het op die manier aan te kleden. En om er toch nog iets meer aandacht aan te besteden aan paas. Want ja goed, het valt net als vorig jaar zo gezegd tussen schip en wal. Ik was eigenlijk van plan een ander filmpje voor deze week op te nemen. Alleen we zijn er helaas nog niet klaar mee. We zijn op druk bezig, zoals iedereen al hoort van ons, boven bezig om het op te ruimen. Om het ook open te stellen weer voor het publiek als winkelruimte. En we zijn druk bezig en nou van al het zomergoed wat op dit moment boven staat als zijn de opslag om dat naar beneden te plaatsen. Alleen we waren bezig. Ik geef je even heel snel een sneak peek. Waar we mee bezig waren, waar het heen gaat. Dat komt volgende week in de vlog. Want dit wordt volgende week helemaal ingericht als zomergoed. Of in ieder geval als... Zo, staat hij weer. Dat wordt in ieder geval helemaal ingericht met zwembadjes en met waterpistooltjes. Alles wat we nog boven hebben staan in de voorraad. Dus mis het niet voor volgende week. Wie graag al goed ten slaag ten ijs wil komen. Dat komt volgende week weer voorbij. Ik heb nog wat foto's gemaakt van voor. En dan komt er in elk geval maandag gaan we mee verder. En dan wordt het resultaat volgende week in ieder geval in een vlog ook aangegeven. Er zullen ook een aantal aanbiedingen bij gelden. En dan kunnen jullie dat alvast zien en shoppen. Voor nu in elk geval. Ik wens jullie een fijn weekend. En tot volgende week.